jongen, slechte punt. Ja, we zijn gereden, ik toch? Ja. Ja. Goed. En wie begint er? Voor het hoogste gooien. Ah, dat is goed. Hallo. Ja. Drie. Hoe ben jij begonnen met filterrijden? Ai. Dat was eigenlijk een beetje geforceerd. Ik had een crossfiets gekregen en in het begin deed ik dat eigenlijk niet zo graag. Omdat ik niet in mijn klikpedaal kon. Ik kon er niet uit, dus ik viel altijd omver. Maar dan een tijdje lukte dat en dan ben ik wat koersjes gaan doen bij de minim en zo. En ben niet aangesloten en ja, zo is dat eigenlijk een beetje gekomen. En dan zo een kaart gekregen. Ik moest dan uren doen. Een kaart? Ja, of een boekje. Ik moest dan uren doen bij een trainer van de wielerbond en zo. Zo is dat een beetje gekomen. Oké. Okay. Goed. Wie? Hi. Hey. Nee, dat mag niet. Kijk, de kampioenschappen komen eraan. Begin het Belgisch volkslied al maar te oefenen. Zing het volkslied voor je tegenspeler. Nee, dat kan niet. Pas. Kun je passen? Allee. Ja. Moet ik het hier opzoeken? De tekst? Wacht, hè. Ja, zoek eens op. Ik zal het zien. Allee. Zal maar pushen. Ik weet het eerste stukje. Ja. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Tot daar gaat mijn kind. Maar ik moet dat niet kunnen, eigenlijk moet jij dat kunnen. Ja. Allee, ja, dat denk ik toch. Ja, is hè. Allee. Oh, een tekst is er niet, jammer. Meer, ah, ja. Godver. Bij hem, maar. O dierbaar België, o heilig land der vaderen, onze ziel en ons hart zijn u gewijd. Aanvaard ons kracht en het bloed van onze aderen, wees ons doel in arbeid en in strijd. Bloei o land in eendracht niet te breken, wees immer uzelf en ongeknecht. Het woord getrouw dat ge onbevreesd mocht spreken, voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Het woord getrouw dat ge onbevreesd mocht spreken, voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Dat vind ik een applaus. Ja, zeg. Dat was goed. Dank je. Ah. Filterrijden is feest en muziek. Beluister het volgende nummer en beeld het uit, zodat je tegenstander kan raden welke het is. Gebruik geen woorden. Aha. Dat is wel iets gemakkelijker denk ik dan nu. Ja. Niet dan. Okay. Ja, ik moet een titel herhalen of wat? Ja, zeker. Dan wordt de vraag. Ik hoop dingen zien. Jongen. Nu moet je uitbeelden. Iets met een regenboog. Ja. Wat? Ze zingen nu niet. Wacht hè. Vliegen. Ah, vlieg met me mee naar de regenboog. Ja.
Oh man. Oké, niks. 1, 2, 3. Hallo! Het weer blagen. Wie van jullie twee het sterkte is, weten we volgende week zaterdag. Het is nu je krachten alleen door een potje te armworstelen met je tegenstander. De beste van 3 spelletjes wint. 3 keer? Hey, jong. Die mannetjes zijn onstabiel als een vriend. Oké. Wie zegt start? Start. Aha. Ah. 3 keer. Is dat niet goed? Ik vind één keer goed. Ik ga mij op hier redden. Ja. Ja. Zo is dat. Zo is dat tafel kapot. Oh, man. Nog eens. Juist na de koers. Ja. Ik ga geen armworstelaar worden. Ik ook niet. Start. Nog eens. Ah, het is goed. Ah. Fietsen is plezander. Ja. Allee man. Ja, dat is voor je. Wie van jullie twee het stabiel gaat? Ja, dat doe ik. Je hoopt op de titel zaterdag. Heb je al een zegenbaar in gedachten? Oefen het alvast even. Ai, ai, ai. Ja. Dat zal zo zijn, zeker. Ja, of iets speciaals, maar ik heb er niet over nagedacht. Ik ben niet zo creatief in die dingen. Hè. Maar ik vond dat goed genoeg. Ja. 4. En nu ben In welke omstandigheden maak je het meest kans op te winnen? Nee. Nee, nee. Als het vriest. Als het modder is, niet. Dan is het helemaal om zeep. Maar als het vriest, dan kan ik hem toch een ronde volgen, denk ik. Oh, excuse. Hoeveel titels behaalde jouw tegenspelers al? Titels? Vorig jaar hebben we een Belgische titel gehad, maar ik weet niet hoeveel er aan een voorwaar. Denk... Ik weet het niet. Denk het niet? Nee. Ene. Ja, vorig jaar. Shit. Ze zijn een track van nog. Nee. Neem even onze job over. Je tegenstander verloor net het Belgisch kampioenschap in de laatste meters en staat uit te hijgen aan de meet. Neem de startbox micro op en begin eraan. Ik moet u interviewen. Jij moet mij? Denk het toch? Ah ja, dat vind ik cool. En heb net verloren, of wat? In de laatste meters. Verloor net het Belgisch kampioenschap in de laatste meter. Je moet wel de aangeslagen klinken. Jappe Jaspers, je verloor BK in de laatste meters van de koers. Wat was er gebeurd? Ik schoot uit mijn klikpedaal en daardoor verloor ik van Eli, die al een heel seizoen keigoed bezig is. Dus ik had eigenlijk keiveel pech dat ik uit mijn klikpedaal ging, sorry. Dacht je anders te winnen? Ja, tuurlijk. Ik win eigenlijk heel een tijd al. Nee, ik dacht eigenlijk gewoon voor de tweede plaats te sprinten, omdat ja, Eli is gewoon de beste. Goed, dank u wel. Dikke chance. Ja. Wie zal het eerste wereldkampioen worden bij de profs? Waarom? Bij de profs? Ja, de meeuwsten.
het zal daar toch ijs liggen, dus als hij een beetje in vorm is, dan mag de rest nog zo goed zijn als ze willen. De meeste zal winnen. Oké. Okay. Ja, wat studeert jouw tegenspelers? Wacht, hè. Toegepaste wiskunde wetenschappen of zoiets. Ja, wiskunde wetenschappen. Ik zit al serieus achter, hè. Ik kan nog eens winnen. Welk beroep beoefent de papa van jouw tegenstander? Ah, is dat hier niet met vier? Ja, ook onder andere. Onder andere. Het is ook dinges, leerkrachtschrijnwerkerij. Ja, ik zie hem altijd hier met de koptelefoon voor de start. Ja, hier ook. Een rode. Ik ben van de doelvragen af. Wie won het allereerste basiskampioenschap voor de junioren? Drie mogelijkheden. Six Joseph, Six Sterling of Six Hermans? Ja? Noemt hij mij Six? Ja, ja, alleen zijn achternaam. Joseph. Hermans. Nee, goed. Joseph. Oké. Okay. Nou, ik weet niet wanneer dat was. Moet je nu terugkeren of zo? Net uw vraag verkeerd. Nee, jongen. Terug naar start. Nee, nee. Terug naar start, jongen. Drie. Allee. Ja, ja. Veldrijdingsfeest en ambiance zien een bekende Vlaamse slager zodat de tegenspeler een echt crossgevoel krijgt. Ah, wat is dat nu weer? De Sebastian zong dat altijd, hè? Wat was dat nu weer? Ja, het is daar een, hè. Ik wil seks met die blonde zoiets in de tent. Ja, ik weet het niet. Ik kan nu niet veel in de tent wees, maar denk dat dat wel was. Dat zou wel kunnen. Ja. Drie. Oei, ze zit uit, hè? Moet ik nu terug? Nee, nou benaderen. Ah, afgekend. In welke maand is jouw tegenstander geboren? Ja, jong. December, niet? Nee. November dan? Nee, nog niet een terug. Oktober? Ja. Allee. Van nu zeg jij juist. Oké, nog een. Maar ja. Nee, maar wat? Nou, die nummer is juist gehad, zeker. Hé, jong. Ja, sorry, het zal een ander kaartje worden. Geen chance. Misschien. Heb je op een speciale manier naar dit kampioenschap toegewerkt? Oh. Ja, elke dag 5 uur trainen. En nu ja, lijkt normaal. Constant blijven. Ik ben geen pieker, dus beetje lijkt altijd. Gewoon, gewoon. Gewoon. Normaal, niet te veel speciaal doen. Oké. Okay. Ja, zit Ben. Ja, hier. Ja, Jappe heeft ons eerste BK-spel gewonnen. Dank je wel. Nu, we hebben 2 prijzen. Ja. We hopen dat jullie ook eens gaan gebruiken. Tuurlijk. De eerste prijs is deze geweldige officiële Starbucks-toets. Voor de start moet je daar. Zalig. Of als gewoon de meer kan misschien. Ja, sluit en voor Eli hebben we, moet eens kijken, het zijn lichtjes voor op je paf te zetten. Om die te steken. Allee, merci. Allee, merci, ja. Maar dat is plezant, hè. Ik denk dat dat niet plezant is voor de moeder. Voilà, zeg. Merci, mannen. Ja, graag gedaan.